Jezus, wat zie ik daar nou? Bomen. Hoe komen we dan? He? Ga je alleen met die trein? Ja, ik ga dus alleen met de trein, Ik hoop dat dat goed gaat. Ja, je wilt zeggen dat je opa verdwaalt op het perron in Frankfurt. Met Verlossum, kunt u mij horen? Ik zal eens eventjes de vragen nog erbij pakken. Ik vind het grappig dat we nog wat vragen hebben van mensen die dus bij de podcast waren. Maar zeiden, ja, ik kreeg de microfoon niet. Dus ik stuur hem maar nog eventjes in. Nee, dat klopt. Er zaten meer dan 500 mensen. Dus hoe hadden we die allemaal de microfoon kunnen toewerpen? Ja, dat was moeilijk geweest. Even kijken, waar heb ik nou die vraag van die meneer? Nou, misschien kan ik wel. Ik kom vanzelf hem wel tegen. Ja, ik moet zelf ook eens een lijstje maken van wat ik wel zou willen beantwoorden. Maar dat heb ik elke keer vergeten. Want jij stuurt mij altijd een hele collectie. Die nu trouwens voor een deel bestond uit dankwoorden voor die bijeenkomst van vorige week, van deze week dinsdag. Ja, het waren ook weer veel reacties en we kunnen niet overal op reageren. Dus ik stuur het door. We doen ons best. Ja. Dit is een bericht van Jelge. Die heeft een artikel in de New York Times gelezen en daar staat iets in over Poetin. Staat namelijk in dat Poetin zichzelf steeds meer bemoeit met het tactische deel van die militaire operatie in Oekraïne. Zo zou hij ook het leger bij Gerson verboden hebben om zich terug te trekken over de rivier daar. En ook werd het voor bevelhebbers gevraagd, maar daar is hij niet op ingegaan. Is dat nou slim? En hebben Stalin en Hitler dit bijvoorbeeld ook gedaan? Het is niet slim. En ja, Stalin en Hitler hebben dat ook gedaan. Ook wat hier vermeld wordt, dat ze zich niet terug mochten trekken, waren klassieke punten van Stalin en Hitler. En dat hangt samen met het feit dat Stalin en Hitler er militair gesproken geen bal van begrepen. En Hitler heeft, als je de film hebt gezien, de Untergang, dan weet je dat Hitler tot het laatste moment dacht dat hij een groot veldheer was. En schoof met divisies die al lang niet meer bestonden. Maar Stalin heeft wel tot op zekere hoogte zijn lesje geleerd in 41 en 42. Dat hij zich er niet mee moest bemoeien, omdat hij er geen bal van begreep. En dat, toen heeft hij veel meer verantwoording afgeschoven op Zhukov, die er gelukkig wel iets meer van begreep. Dus nee, dat de bemoeizucht van de leider, die in feite geen militaire scholing heeft gehad, leidt vrijwel altijd tot rampzalige zaken. Vergeet niet dat Napoleon gewoon een militaire academie had gevolgd en met succes daar artillerist was geworden. Ja. He? Dus Poetin heeft historische voorbeelden. Ja, mensen die. Je hebt heel veel amateurs die denken dat ze verstand hebben van oorlog voeren en vechten en zo. En je hebt altijd tv-deskundigen die er alles van af weten hoe het gedaan zou moeten worden. Maar daar heb je niet zo verschrikkelijk veel aan. Nee, dus je moet de beslissing laten liggen bij de mensen in het veld. Slechte oorlog voeren, dat was toen we die ellende met IS hadden in het Midden-Oosten. En de tegenstand die daar. Dat was eigenlijk vrijwel altijd een voorbeeld van slechte oorlog voeren. Ja. Goed oorlog voeren is hartstikke moeilijk. Ja. Ik zit even te denken, je zou natuurlijk dit kunnen vertalen naar de directeur, die natuurlijk ook in zijn kantoortje zit en tegen de mensen in het veld zegt, jongens, zo moeten jullie het aanpakken. Ja, nou ja, wat hebben wij geleerd weer nu van het conflict in de Oekraïne? Dat in de Oekraïne zijn het lokale bevelhebbers die heel veel initiatief mogen nemen. Dat is iets wat je eigenlijk altijd leest over effectieve oorlogvoerders. Aan de kant van Oekraïne. Ja, dat hoe minder hiërarchie erin zit, hoe beter het werkt. Ja, en de Russen. Mits je natuurlijk wel lokale commandanten hebt die hun vak verstaan. Ja. Maar ja. Die kunnen dus snel reageren. Ja, en Oekraïne heeft goede mensen. Klaarblijkelijk heeft Oekraïne prima mensen. Ja. En toch waarschijnlijk ook wel een goede generale staf. Ik heb de vraag gevonden, die is van Jacques Hartman. Dat is dus die man die bij die live podcast was. Hij heeft één aspect gemist en hij zegt, ik kreeg helaas dus de microfoon niet. Maar, wat is volgens Maarten de volgende verbeterslag die de EU nog slagvaardiger, bestendiger en nuttiger kan maken? En hoe kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan de harmonisatie van het strafrecht, het gelijktrekken van BTW of de vennootschapsbelasting en ook verdergaande militaire samenwerking? Moet je dit afdwingen? Of heeft Maarten een andere visie? Nou ja, natuurlijk is mijn eerste impuls, dat moet je afdwingen. En je moet alle unanimiteitsregels die er nog zijn, zou je op moeten doeken. Maar dan zul je al heel snel tegen het probleem aanlopen dat landen zeggen, ja, jullie kunnen van alles besluiten in de raad, maar dan gaan we helemaal niet uitvoeren, jullie kunnen allemaal de pot op.
Het Orbán-type, het Kaczynski-type, wie weet nu, Italië, dat weet ik niet precies. Het is toch in de EU, in de EU moet je altijd hopen op crisis. Want als er crisis is, je hebt er zo'n mooie uitspraak, niet? Zoals de crisis is, wordt alles vloeibaar. In allerlei dingen, zelfs de Duitsers die jarenlang hebben tegengehouden dat de EU op eigen houtje geld mocht lenen. Een soort van EU-obligatie, zal ik maar zeggen. Ja, en tenslotte zijn ze in die COVID-crisis, zijn ze dus toch door de bult gegaan. Of het kan ook zijn natuurlijk dat Merkel dacht, ik ga toch weg, dus dan kan ik wel een leuk concessietje in de strijd gooien. Dus ik ben bang dat de klassieke gang van zaken in de Europese Unie zal zijn wat de klassieke gang van zaken al was in de Europese Unie. Namelijk dat je van crisis naar crisis snelt. En dat van alles wat absoluut onmogelijk is in een crisis wel mogelijk is. Dat denk ik eerlijk gezegd. Maar de vraag is, hoe kun je nou dingen gelijk trekken? De echte professionele dwarsliggers, nou we zeggen zo iemand als Orbán bijvoorbeeld. Al is het, ik heb het al eerder verteld, dat wijst ook Caroline de Gruyter altijd op in haar column over de Europese Unie. Dat die Hongaren en ook die Polen is een enorme hoeveelheid lawaai maken, dat gaan we niet doen. En het is schandelijk. En Brussel dwingt ons en dan toch enige tijd later wordt het geruisloos, wordt conformeert men zich toch aan datgene wat men moet doen. We zijn heel benieuwd hoe het afloopt met het feit dat Brussel die 7,5 miljard niet aan Hongarije wil uitkeren voorlopig. Ja, maar als ik je goed beluister, is iedere crisis dus een moment om dingen meer gelijk te trekken. Never waste a good crisis. Dan hebben we hier een inspreekdingetje van iemand. Goedenavond. Ik hoop dat ik een manier heb gevonden om met u te interacteren. Ik weet niet of u live podcast al is geweest, maar ik had een leuke suggestie voor de live podcast of voor de andere podcast misschien, en dat is het anti-Tetera-mechanisme. Hoeveel wij vroeger gewezen hebben en hoe die kennis eigenlijk vrij makkelijk dan verloren is gegaan voordat we hem weer langzaamaan opgedaan hebben. Ja, dat is inderdaad een fascinerend ding. Het anti-Tetera-mechanisme is een soort toestel waarmee de Grieken de sterrenstand konden vastleggen, interpreteren. En nou ja, iets in die geest in ieder geval. Daar kun je over op het internet kun je daar ontzettend veel over vinden. En toen het is opgedoken uit een wrak, een Grieks scheepswrak. Het is, weet ik veel, het is van 1000 jaar voor Christus zoiets, maar ik weet het niet uit mijn hoofd, moet ik je bekennen. Ik heb er wel eens naar gekeken. En aanvankelijk was het gewoon een soort van koperen klont. Vol met van die groene koper. Wat is dat? Sulfaat, geloof ik. Hè? Maar ja, geleidelijk aan, na we eraan gepeuterd hadden, bleek het een immens complex toestel te zijn. Wat getuigt van een zeer omvangrijke kennis van de stand der sterren. En hoe die verandert en hoe je van plek naar plek. Nou ja, kortom, dat is dat mechanisme. En wat hij suggereert is natuurlijk dat de kennis die daarin verpakt was, dat die verloren is gegaan. En dat, daar zit wel wat in. Maar in de loop der tijden gingen voortdurend kennis verloren. Of althans hielden we op met dingen die we eigenlijk wel wisten. Maar of de kennis ging verloren, of het was te duur of te moeilijk. Het klassieke voorbeeld wat ik ken is hoe heet het, cement, beton. De Romeinen gebruikten beton, konden met beton gieten. De meest fantastische dingen doen. Als bindmiddel werd er vulkanische as gebruikt. Dat schijnt een van de allerbeste bindmiddelen te zijn om cement te produceren. Het Pantheon in Rome, wat iedereen kan gaan bekijken, dat is was een tempel die, godzijdank, tot kerk gemaakt is, waardoor die is blijven staan. Dat is dat ding met de gat in het dak. Die hele koepel is gegoten beton. Nou ja, dat ding dateert, ik geloof, van 170 na Christus of zo, en staat er nog steeds. Dat we opnieuw gegoten beton of sowieso het product cement zijn gaan gebruiken, dan zitten we, nou ja, dan zitten we ergens rond 1800. Portland cement, dat is een relatief recent. Dus ook daar geldt in feite dat die unieke kennis van de Romeinen op het punt van de bouw en de constructie, dat die deels verloren is gegaan. Of denk aan het feit dat de Romeinen waren geweldige gebruikers van dakpannen. En als de Romeinen verdwijnen de dakpannen.
Dus dan hebben we alles maar weer stro. En dan zijn we al gauw ergens in de renaissance of zo. Voordat we weer dakpannen gaan gebruiken. Omdat dakpannen moeten gebakken worden. En zijn waarschijnlijk duurder dan een stroodak. Ik weet niet precies wat de kosten zijn. Al denk ik dat nu een strooien dak duurder is dan een dakpannen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Andere opmerking gaat over de oppervlakte van Oekraïne in vergelijking met Frankrijk. Schijnbaar hebben we het daar een keer over gehad. Oekraïne is ruim 603.000 vierkante kilometer groot. En Frankrijk is bijna 544.000 vierkante kilometer groot. Dus dat is Oekraïne is groter dan Frankrijk. Zeker, dat wist ik. Volgens mij hebben we dat ook gezegd hoor. Okay. Alleen is nu een deel van de Oekraïne, 15% of zo, is bezet door de Russen. Ja. Dus daar zou je er eigenlijk af moeten trekken. Ja, dat schrijft deze inzender ook. En hij zegt, het is toch wel 20 uur rijden van Lviv naar Donbass. Dus hij zegt, ik denk dat de mensen in Kiev, die dus op het terrasje bijvoorbeeld gaan zitten, want het uitgaansleven is daar weer begonnen, dat die daar wel redelijk veilig zit. Nou, niet echt veilig natuurlijk. Ja, de Russen hebben meerdere malen lange afstandsraketten op Lof, Lviv, afgeschoten en op Kiev. Dan hebben we Raymond Rozenboom en die vraagt of jij een keer wat wil vertellen over het koloniale verleden en dan met name de slavernij. Ja, dat is een heel modieus onderwerp waar ik op zichzelf niet bijster veel van af weet, maar ik wil nog wel eens zeggen, wat ik al meerdere malen heb her en der heb gezegd, is dat op dit moment het wonderlijke idee bestaat dat eigenlijk nu pas duidelijk wordt hoe wij ons misdragen hebben in de koloniën ten aanzien van de politionele acties. He, dus de pogingen om het Indonesisch nationalisme de kop in te drukken tussen 1945 en 1950 of 1949 eigenlijk. En dat we ook nu pas ontdekken hoe erg het met de slavernij was. Nee, het is gewoon lulkoek. Ik heb gestudeerd, ik ben met deze geschiedenisstudie begonnen in het voorjaar van 1963... En ik heb ruim zeven jaar geschiedenis gestudeerd. Ik kan u verzekeren, we wisten er alles van. Wesseling op Selebes, of Wesseling, hoe heette die man op Selebes? Wester. Nou. Kom je zo vanzelf? Westerling heette die geloof ik. Ja, laat ik nou niet Wesseling zeggen, die was hoogleraar geschiedenis in Leiden. Dus dat zou wel heel unfair zijn als ik dat zei. Maar goed, die gruwelen op Selebes, dat... Hutting, dat is jaren 60. Van Doren, ontsporing van geweld. Ik bedoel, het is zoiets raars dat ze nu overal in de media doen alsof we er niets vanaf wisten. Gisteren ontdekt door woke deskundigen, kom op. Dit is echt onzin. Wisten we van de slavernij? Ja, daar waren we goed van op de hoogte. Daar was heel behoorlijk onderzoek naar gedaan. Dus dat is echt een beetje... Maar het is ook typisch de media weer. Ik heb het vaker gezegd, de media hebben het geheugen van een garnaal. Alles, de media vinden elke dag de wereld opnieuw uit. Ze trekken de gordijnen open, zeggen, Jezus, wat zie ik daar nou? Bomen, hoe komen we daar aan? Ja, dat kan ook wel verdomd irritant zijn. Heb je dit al eens gedeeld met mensen in de media? Ja, volgens mij wel. En wat zeggen ze dan? Ja, dat weet ik veel. Vaak zeggen ze dat ze het niet wisten. Hoe vaak ik niet heb gezegd van ja, is interessant, maar dat is 5 jaar geleden ook gebeurd. Oh jong, hoe is het mogelijk? Hè? Ja, inderdaad. Dan moet je gewoon iets leren over. Je kunt al beginnen met gewoon een behoorlijk boek te lezen over de geschiedenis van de wereld na 45 bij al heel eind op weg. Maar zou jij iets willen, wil je een podcast daaraan het onderwerp besteden? Nee, voorlopig niet. Ik weet er niet voldoende van om iets toe te voegen, om te zeggen, wat heb ik daar een originele mening over? Nee, die heb ik dus eigenlijk niet. Okay. Het bestond. Ja, het is gebeurd. Heel veel mensen vonden al in de jaren 40 heel onverstandig wat we in Indonesië deden. Heel onverstandig. Ja. Er was veel kritiek op, ook toen. Hans den Oude is gepensioneerd kinderarts en die zegt, beste Maarten, de mug is het dodelijkste dier op aarde. Er sterven jaarlijks plus minus 2 miljoen mensen indirect door muggen. En dan moet je denken aan malaria, gele koorts en noem het allemaal maar op. Stellen dus dat een mug onschuldig is, is een beetje dom. Heb ik verteld dat de mug onschuldig was? Sterker nog, ik heb gezegd dat ik ze doodsloeg. Omdat ik geen zin had om geprikt te worden. Terwijl er helemaal geen malaria op Texel voorkomt. Ben ik toch op jacht gegaan. Ja.
onschuldig. Nee, heb ik dat gezegd? Nee, gek, misschien heb ik het gezegd. Ik weet het niet meer. Maar hij vult het aan. Ja, in ieder geval bedoelde ik in ieder geval... Ik heb hoogstens gezegd van ja, sorry, die muggen weten ook genetisch niet beter dan dat ze steken moeten. Dus ik wil het ze verder niet persoonlijk verwijten, om het maar even zo te zeggen. Ik begrijp waarom ze het doen. Het is een beetje net, ja, waarom wolven of de grote predatoren hele zielige jonge hertjes opeten. Ja, dat is wat hun werkzaamheid is. Ja. En zwakke jonge hertjes zijn de klos. Dus ja, nogmaals, ik zie de mug niet als onschuldig. Ik zie de mug sterker nog als een van de weinige dieren waarvoor ik bereid ben energie aan de bestrijding te besteden. Dick stuurt ook een berichtje. Die zegt, Maarten stelde dat strooisout er gewoon moet zijn. En daar is Dick het mee eens. Maar hij zegt, in 2010 was het helemaal niet vanzelfsprekend. Toen zijn er zelfs kamervragen geweest. Misschien toch eens de moeite waard over het verval van de instituten waar iedereen van uitgaat. Die gewoon geregeld moet zijn om daar een podcast over te maken. Is dat een interessant onderwerp? Een hoogst interessant onderwerp waar we het eigenlijk terloops heel vaak over hebben. Namelijk het verval van allerlei institutionele structuren in Nederland. En dat is allemaal, zoals wij weten, het gevolg van een beleid dat moest geprivatiseerd worden. Het moest op afstand van de overheid gezet worden. Het kon allemaal stukken goedkoper. Het zou ongetwijfeld digitaal geregeld gaan worden. Ja, en daar hebben we al deze wanprestaties hebben we daaraan te danken. Ook waarschijnlijk dan dus het strooizout. Dan iemand die zegt, bijgaand mijn uitleg over het ziekenhuis telefoonmenu. Maar hij probeert uit te leggen hoe het menu werkt, omdat we daar natuurlijk over gehad hebben, over dat telefoonmenu. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Mijn indruk is dat dat toch grotendeels flauwekul is wat hij schrijft. Het is namelijk zo dat je, als je echt iets ernstigs hebt, kun je altijd nummer 1 drukken, toch? Of dat... je kunt ook... Nee, laat ik het anders zeggen. Mijn idee is dat je gewoon de telefoon op moet nemen en je vraag moet vragen, wat is er aan de hand? Bovendien zou je wel 2 verschillende telefoonsystemen kunnen bouwen, waarbij de 1 gewoon voor afspraken is. Je maakt een afspraak voor een specifiek tijdstip. En de andere is voor mensen die mogelijkerwijs iets medisch een probleem hebben. Dat moet je kunnen doen. En mijn indruk is dat het bijvoorbeeld als het om ambulances gaat prima functioneert. Want als je de ambulance belt, hoe is het? 911-112. Ik weet niet, ik zou gewoon 112 bellen. Nou, 112, precies. Ik vergeet altijd wat het is. Dat ik geloof het Amerikaanse nummer beter ken. 911, ja. 112, ik heb nu in de afgelopen jaren vrij regelmatig, enkele malen de ambulance gebeld. En daar krijg je niet van... Ja, blijft u aan de lijn. We hebben een keuzemenu voor u. Wilt u te woord gestaan worden in Swahili? Heeft u dit? Heeft u dat? Nou ja, allemaal dat soort... Nee, sterker nog, ze laten je vrij snel uitleggen wat er aan de hand is. En dat zijn lui die getraind zijn. En die naar mijn idee heel snel begrijpen of het ernstig is, ja of nee. Is het een querulant? Vergeet niet, ook bij een huisartsenpraktijk... De querulanten zijn allemaal wel bekend. Dat zijn inderdaad, die mensen heb je, die bellen overal over. Dat zijn de mensen die bij Schiphol voor geluidsklachten... bleek er 1 meneer 40.000 maal gebeld te hebben in 1 jaar. Nou ja, goed. Die zal ook wat Thierry Baudet stemmen, denk ik. Dus als het bij de ambulance kan, waarom kan het dan niet bij andere telefoonnummers? Kan iemand mij uitleggen waarom de afdeling cardiologie van het UMC... een prima telefoonsysteem, je kon gewoon opbellen, kreeg een aardige mevrouw aan de lijn, je maakte een afspraak en je legde de hoorn er weer op, sorry, je drukte op je knopje, op je toestel en het was klaar. En nu hebben ze een keuzemenu. Ik ga helemaal niet zeggen dat ik een slagaderlijke bloeding heb of zo, helemaal niet, ik maak een afspraak. Dus splits dan die 2 systemen. Maar die keuzemenu's, dat is een hopeloze zaak. Vaak omdat ze ook niet precies zijn. Omdat je als luisteraar ook denkt, ja, zou ik nou beter 1 of 4 kunnen doen? Ik weet het niet precies eigenlijk. Hè. Hoe vaak ik trouwens niet in de verleiding ben geweest om gewoon op 1 te drukken, noodmaatregel. Hè. En dan te zeggen, ah, sorry, ik heb me vergist. Maar ja, nu we toch bezig zijn, kunnen we niet. Nog gekker is een systeem wat nu het ziekenhuis gebruikt. Dat ze zeggen van ja, wij zijn, alle onze medewerkers zijn in gesprek, je kent het wel.
Maar wilt u teruggebeld worden? Nou, eerst dacht ik, ja, teruggebeld, dat doen ze dan natuurlijk nooit. Daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik blijf lekker aan de lijn. Dat kan dan verdomd lang duren, een kwartier of langer. Maar nu heb ik ontdekt dat als je meteen ophangt, je zegt, ja, ik wil graag teruggebeld worden, optie 3, ik noem maar wat, dat ze binnen 3 minuten terugbellen. Dus dan denk je, ze zijn helemaal niet allemaal in gesprek, in tegendeel, maar ze proberen het op deze manier te, ze kunnen net zo meteen even aan de lijn komen. Maar goed, ze bellen inderdaad vaak, wat ik, mijn ervaring is nu, dat ze in no time terugbellen. Wat betekent dat eigenlijk het hele systeem niet noodzakelijk is, toch? Nee, ze willen het wel structureren, dus ik snap wel dat het er is. Dus ik kwam het laatst ook weer meteen teruggebeld. Dag Maarten, ik vraag me af waarom academici als jij toch Wikipedia zo vaak als bron benoemen. Ik gebruik het ook regelmatig, maar ben toch zeer kritisch met wat ik lees, aangezien iedereen de tekst kan aanpassen. Vriendelijke groet van Dirk en hopelijk mogen we nog vele jaren van je podcast genieten. Het is in ieder geval zo dat niet iedereen het artikel aan kan passen. Okay. Er zijn heel veel artikelen die een enigszins controversieel karakter hebben. Ze hebben er zit een slotje op. Dus dan moet je op een of andere manier, ik weet niet hoe je dat moet doen, maar dat, je moet eerst een slotje eraf zien te halen natuurlijk. Volgens mij is er een vrij redelijk controlesysteem dat er geen gekkigheid insluipt. Hè? Dus dat niet ineens iemand het artikel over Thierry Baudet aanpast met een met enorme kapitale rode letters. Thierry is knettergek. Ik bedoel, volkomen juist en op zichzelf afdoende, maar toch weer niet de bedoeling. Hij zegt van ja, ook andere bronnen. Ja, natuurlijk is dat zo. Het is gewoon in het dagelijks gebruik een ongelooflijk handig ding, de Wikipedia. Ongelooflijk handig. Ik draag ook heel regelmatig financiën bij aan de Wikipedia. Ja, dat vroeg nog iemand, hè, hoe dat met de donaties zit daar. Nou ja, dat moet je, dat is wel, dat zouden ze duidelijker kunnen maken hoe dat precies moet. Ze hebben nu zo'n campagne, zag ik. Ja. En daar wijzen erop dus hoeveel mensen niet doneren. En schijnbaar schijnt dat dus, normaal moet je altijd positiviteit benadrukken, schijnen de campagne-strategen te zeggen, maar zij doen het omgekeerd. Ze zeggen, zoveel mensen doneren niet. En dat heeft dus schijnbaar het effect wat ze willen, namelijk dat er veel donaties binnenkomen. Ja, nou, ik doneer ook vrij regelmatig. Kun je over de katholieke kerk wel nog iets toevoegen wat uniek is? Vraagt Mark uit Eindhoven. Nou ja, bij mijn weten is het de enige centraal georganiseerde en geleide wereldgodsdienst. Of dat voordelen heeft of nadelen, dat is lastig te zeggen natuurlijk. We weten allemaal dat het Rooms-Katholicisme natuurlijk in Europa een dode boel is. Niet overal overigens. Ik denk dat je er en der op het platteland nog wel haarden hebt van gelovigheid. Ja. Maar in Nederland is het niet veel. Overigens heeft in Nederland de kerk zelf er ook flink aan bijgedragen om ook de laatste restanten zo efficiënt mogelijk uit te roeien. Maar we weten dat elders in de wereld de kerk betrekkelijk succesvol opereert. Maar de vraag is meer of je... Maar dan... natuurlijk, kijk, ik denk dat zelfs bij religies geldt dat natuurlijk nieuwe religies die nieuwe beloftes hebben, die dynamiek uitstralen, vitaliteit, dat die heel succesvol kunnen zijn. Er is, dacht ik, vrij veel onderzoek gedaan naar de redenen achter religiositeit. En die hebben, hoe onzekerder en kloterig het leven is, hoe kansrijker een godsdienst die op zijn minst belooft dat je na afloop van al deze onbeschrijfelijke ellende in de hemel komt, waar je ontvangen wordt door een groot koor van zingende engelen. En volgens de een die zingen die liedjes van de Beatles en volgens de andere zingen ze oud-vaderlandse liederen. En nou, kortom, je hoort altijd het lied wat je graag wil horen. Maar wil je hier een half uur iets over vertellen? Nee, ik kan er niks verstandigs over zeggen. Okay. Ik kan ook zeggen, ik ben dol op kerken. Vanwege de akoestiek, vanwege de versiering. Je kunt dol op kerken zijn zonder dat je ook maar één religieuze vezel in je lijf hebt. Jeroen Hutt is amateur-astronoom. Ik weet niet wat je, ben wel benieuwd wat je dan doet. Hij zegt, is het een idee dat Maarten nog een keer iets vertelt over de geschiedenis van Elisabeth? Haar eigen leven, misschien kan hij daar wat over vertellen. En hoe zij Engeland in ieder geval al die jaren heeft gediend als koningin. Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Het is ons haar fijn uitgelegd in de afgelopen weken. Zij heeft nooit iets van enige betekenis gezegd. Ze had een uniek talent om haar gezicht in de plooi te houden. En zodoende, ook als gevolg van een bijzonder solide gezondheid,
is zij 96 geworden. Ze is relatief jong geworden omdat haar vader relatief jong overleden is. Omdat het een obsessieve tobber en roker was. En dat is de reden dat ze het goed gedaan heeft. Ja, op dit moment heb ik eigenlijk geen onderwerp in de aanbieding. Ik zal even nadenken. Ik heb altijd wel wat reserve. We hadden nog iets genoemd, maar dat ben ik ook weer vergeten wat we zouden doen. Maar ik had nog een fenomenaal boek over de Tweede Wereldoorlog gelezen. Waar allerlei enorme interessante dingen in stonden. Die ik me van wie was dat boek? Ja, ook van een Amerikaan. Oké, dat is niet wat je al besproken hebt van... Ja, nu kom ik niet meer op zijn naam. Je hebt het in de zomer hebben we het daar ook een keer over gehad. Ja, dat was ook een prima boek. Maar hier staan weer heel nieuwe dingen in. Oké, nou ja. En aangezien ooit iemand heeft gezegd... de Tweede Wereldoorlog is de grootste samenhangende historische gebeurtenis... uit de menselijke geschiedenis... kunnen we daar misschien toch nog wel ik vind het leuk onderwerp. Enige aandacht aan besteden. Vooral omdat heel veel mensen het ook een fascinerend onderwerp blijven vinden. Leuk. Misschien kunnen we dat dan ook in december doen, de Tweede Wereldoorlog. Ik had ook al het idee, dat had ik beloofd dan ook op die avond, om eens iets aan tanks te doen. Ja, dat kun je meteen meenemen. Waarom sommige tanks waardeloze tanks bleken te zijn en andere tanks geweldig goede tanks bleken te zijn. En wat de beste tank van de Tweede Wereldoorlog was, daar heb je ook zo'n hele discussie over. Hè? Wat ik trouwens leuk vond is dat er dus een meneer van Teletext in die zaal zat, hè? Die stelde op een gegeven moment ook een vraag. En toen vroeg jij nog aan hem van, heeft hij ook de last van bezuinigingen? En die werkte bij Teletext. Maar hij had last van bezuinigingen, bleek. Ja, dat zei hij, ja. Hou eens op met die bezuinigingen. Kan dat een keer afgelopen zijn? Teletext is een magnifiek medium. Simpel, snel, adequaat, urgent. De hele zand. Enkele maal starten ze met een bericht dat je denkt, wat is dat nou? Maar goed, ik ken een tal van intelligente mensen die elke dag wel een paar keer naar Teletext kijken. Niet ook weer op gaan bezuinigen. Hè? Zeker omdat er te weinig van het kulnieuws in zit. Of omdat het de VVD niet bevalt of zo. Houd toch op met die bezuinigingen bij de publieke omroep. Die functioneert prima. Ja, je kunt moeilijk zeggen dat de commerciële zoveel beter zijn dan de publieke omroep. Het tegendeel is het geval, mag ik wel zeggen. Er zijn toch landen die Teletext al afgeschaft hebben, hè? Zeker, zeker, ja. Maar de BBC is geloof ik alleen 888 nog over, hè? Dat is de ondertiteling. Ja. Maar jouw wereld stort in als dat stopt. Ja, als Teletext stopt, dan emigreer ik naar IJsland. Daar heb ik al eens eerder mee gedreigd, maar dat heeft toen geen effect gehad. Oké. Okay. Ik heb nog eens gedreigd. Dat was met die verkiezingen van de belangrijkste Nederlander. En je weet toen... werd Pim Fortuyn gekozen tot belangrijkste Nederlander. Wat, nou ja, het is hetzelfde alsof je Thierry Baudet verkiest tot belangrijkste Nederlander. Dat elke schertsfiguur die het goed doet in de Nederlandse media is wel eens een keer de belangrijkste Nederlander geweest. Nee. Dus toen had ik gezegd, van als Pim Fortuyn wint en verdomd hij won, de belangrijkste Nederlander ooit, sinds we als de Batavieren niet waar de Rijn af kwamen drijven, zei ik, dan zal ik emigreren naar IJsland. Maar ongelukkig genoeg werd iets. Ik heb dus een hele tijd berichten gekregen van, bent u al vertrokken? Heeft u al reisvoorbereidingen getroffen en zo? Dat vond ik wel wat komisch, ja. De BBB-mevrouw was toch ook de winnaar van iets geworden? Oh, nee, die was de ijverigste Kamerlid. Ja, dat was het, ja. Ja. Dat zie je haar. Ja. Oké, nou, Tweede Wereldoorlog en tanks. Leuk, dan doen we dat de volgende keer. Dan moeten we op zaterdag doen. Ja, want jij kunt zondag niet. Volgens mij heb jij gezegd dat je zondag naar Duitsland gaat. Of is dat maandag? Interessant dat jij het weet, maar ik niet. Je hebt het toen een keer benoemd. Want we hebben het daar toen een keer over gehad. Ik weet niet meer waarom. Ik zal het zo even bekijken. Als jij me nog even mailt zo. Ja, dan kan ik daar weer adequaat op reageren. Je gaat met de bus, niet via Schiphol. Godzijdank gaan we met de bus. Niet op Schiphol. Mag ik u aanbevelen, nietwaar? Zeker voor de wat ouder wordende Nederlander. Ideaal is een goed georganiseerde busreis. Die bussen zijn comfortabel. In die bussen zit altijd een uitstekende geluidsinstallatie die gebruikt kan worden om een leuke causerie te houden. Desnoods dat u wijst op het passerende landschap. Het kan van alles en nog wat wezen. Wij doen dat ook. Het werkt geweldig. En bovendien, u hoeft niet in de rij te staan. Het is een speciale halte hier bij het Centraal Station in Utrecht. En daar verschijnt die bus. Dan wordt u s'avonds voor uw
deur van uw hotel wordt u afgezet. En de volgende dag komt u na een heerlijk ontbijt tevoorschijn. En verrek, daar staat de bus weer. En u rijdt naar het volgende object of desnoods het volgende hotel. Geen rijen van 600 meter. Geen security check. We hebben allemaal handgranaten. Messen, sabels hebben we mee in de bagage. Niemand die zich er iets van aantrekt. Het is een ideaal systeem. En lekker stoelen. Maar goed, ik ga in het voorjaar naar Wenen. Weer met zo'n reis met Willem Melging. En het gezelschap gaat vliegen, maar ik verrek het. Ik ga met de trein. Het kost me wel 2 dagen extra, maar ik ga met de trein. We trekken hoe eerder? Ja, ik moet de dag tevoren gaan. Het is gewoon wel 17 uur. Wel goed Wenen. Dat je dat doet. Want je ja, kunt... ik heb er echt schoon genoeg van. Maar waarom gaan jullie met z'n allen met de trein? Dan kun je in de trein al beginnen. Nou, dat maakt de reis substantieel duurder, heb ik begrepen. Oh, oké. Okay. Ook als je op tijd boekt. Dat is natuurlijk een van de wonderlijke gebeurtenissen. Dat je voor een habberkrats kun je de wereld rondvliegen. Omdat dat helemaal niet belast wordt. We hebben nu dan in Nederland wel een ticketbelasting, als ik het wel heb. Maar in principe wordt het niet belast. Ja. Ja. En de trein is weliswaar niet specifiek belast volgens mij. Maar slecht georganiseerd. Het is gewoon dat zou ook een EU-autoriteit die zich over die spoorwegen buigt en zorgt dat die aansluitingen kloppen. Dat je niet bij elk wisselwasje een andere locomotief ervoor moet zetten. Nou, maar dat soort van dingen. Dat het niet mogelijk is. Van hoe vaak zie je niet bericht dat die internationale treinen vast zijn gelopen? Hè? Laatst hebben mensen 4 uur in een oververhitte Thalys gezeten. En toen gebeurde het, God beter, geloof ik 2 weken later weer. Mijn dochter ging met goede moed, jaren geleden overigens, met de hoge snelheidstrein naar Kopenhagen, waar ze een goede vriendin had. Die is gestrand op een mini-station in Noord-Duitsland. Ze heeft nog panisch gebeld van, ja, ik zit hier op een soort perron, waarschijnlijk in de motregen, wat nu? En dan denk je, ja, dat zou toch niet kunnen voorkomen. Dus die spoorwegen moeten gewoon beter georganiseerd worden. En dan zou het... als je hier op een station bent, ik herinner me niet anders dan dat de Intercity uit Düsseldorf, dat die een half uur te laat is. Nou ja, dat is toch belachelijk. Het moet behandeld worden als één systeem. Ga je alleen met die trein? Ja, ik ga dus alleen met de trein, oh, ja. Ik hoop dat goed gaat. Ja, je wilt zeggen dat opa verdwaalt op het perron in Frankfurt. Want ik geloof niet dat je over hoeft te stappen, maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Ik heb het al eens eerder gedaan. Oh, je hebt ervaring, dan moet het goed komen. Ja, ook daar viel mij op dat je dan eindeloos in Frankfurt stilstaat om een of andere duistere reden. En dan goed, dan tenslotte maak je het traject naar Frankfurt, München, maak je gewoon af. Maar je kunt lekker zitten. Fijne stoelen. Heerlijk, krijg je de eerste klas, dat begrijp je. Kun je lekker naar buiten kijken. Oh, geweldig, je reist echt. Maar als in zo'n stomme metalen doos te zitten. Ja. Hoewel een trein natuurlijk ook een metalen doos. Oh, wel leuk vooruitzicht is dat. Sowieso is Wenen leuk. Nee, maar ik ben heel principieel. Ik verdom het om... Dat vind ik wel goed dat je dat doet. Ik verdom het om te vliegen in West-Europa. Ja, maar dan hopen al die... Kijk, als ik naar Irkoets moest, oké, of weer naar Amerika, daar is niks aan te doen, hè. Zelfs binnen de Verenigde Staten, ja. We hebben dus 1 keer een autorit gemaakt. Ben je toch al gauw 5,5 uur onder de pannen. Ja. Overigens een geweldige rit die ik iedereen kan toewensen. Ja. Omdat je eindelijk begrip krijgt voor de afmetingen, de ruimte, het landschap. Hè. Al die dingen die je in die vliegtuigen natuurlijk niet hebt. Nee. Mooi vooruitzicht is dat. Maar goed, als je 1 keer die rij op Schiphol hebt zien staan. Afschuwelijk. Nog voor de bocht naar het vertrek al staan er 600 meter mensen in de rij. Dat is toch... Nou ja, nu en was nog het steeds, hè? Dat ja, is nog niet voorbij. Nog steeds, omdat ze die bonus hebben ze afgeschaft. Ja. Hoe stom kun je worden? Dat is toch wel echt bij Schiphol werkelijk een uniek gegeven. En dan komt er een zenuwachtige vrouw, die geloof de directeur van de luchthaven was, uitleggen. Ja, dat ze die bonus hadden afgeschaft. Ze waren die lui natuurlijk niet opkomen. Dat begreep ik wel. Ja, maar bij leiderschap, kijk, Benschop zit er nog. Die moet toch zeggen, kom op, bonus terug. En we gaan werken aan die oplossing. Nee, weet je hoe dat komt? Ze hebben alles uitbesteed.
Dit zijn allemaal externe bedrijven. Ja, allemaal verschillende bedrijven. Alles is uitbesteed. Op andere luchthavens is het gewoon één bedrijf. In Nederland, dat is ook zo'n vaste wet bij het management. Alles moet uitbesteed worden. Kan niet verdomme, alles wordt uitbesteed. Ligt er geen stukje zeep bij de wastafel? Nee, dat kan kloppen. Het wordt uitbesteed aan een zeepbedrijf. Komt één keer per maand komt dat met een kruiwagen zeepjes zeep brengen. Hartstikke handig. Spotgoedkoop ook die kruiwagen. Hè? Dat is gewoon flauwekul, die uitbesteding. Alles is uitbesteed. Ja. Maar dat ze het niet opgelost krijgen. Nou, dat ben ik met je eens. Ik zou zeggen, flikker dat beginnen. Maar ja, ze zijn natuurlijk contractueel aan zo'n bedrijf gebonden. Dat hebben ze beloftes gedaan, vaak meerjarige, hè, meerjarige beloftes. Al die kofferbedrijven, dat is ook uitbesteed. Dat is niet Schiphol, dat is uitbesteed. Dat zal de nieuwe baas zal dat wel gaan aanpassen, als dat nieuwe contract... Nou, dat werd ook al aangekondigd. Dat, ik weet niet, waren wel 17 van die kofferbedrijven. Dat zou sterk verminderd worden. Ja, ja. Ik ben benieuwd wie het gaat doen. Schiphol, wie dat gaat leiden. Uitbesteed, ja. Wat zouden wij trouwens uit kunnen besteden? Het voorrijden van het autootje, dat je dan gewoon hiernaast zit en als chauffeur en hebben. Eten en drinken. Ik zag net die jongen met dat roze tenue, die komt eten en drinken brengen. Hè? Dat zou ook natuurlijk wel kunnen. Ja, het zou ook kunnen regelen dat we een pizzaatje aangereikt krijgen. Heb je die gebakjes nog opgegeten die de jongen mee had genomen? Van, ja, zeker ja. In de hotelkamer in Emmen. Was dat lekker? Nou, het was heel zoet in ieder geval. Oké. Ja. En als je daar dan uiteindelijk... God, het duurde even natuurlijk voordat ik in Emmen was. Ik weet niet hoe laat ik in Emmen was. 12:30, 12:45 of zo. Toen had ik toch honger, dus toen heb ik ze opgegeten. Oh, lekker. Ja, voor de mensen die dat... We hadden een gebakje gekregen van een luisteraar. Die had dat de hele voorstelling... Hoe heet het nou ook weer? Bierenklauwen met room? Ik weet niet, maar had het de hele uitzending of de hele avond had hij het in die zak. En toen kwam hij het dan na afloop kwam hij het brengen. En ze had ook al de hele tijd te wijzen. Volgens mij had hij gedacht dat we tijdens het programma zouden opeten. Maar dat is natuurlijk niet zo beleefd. Nee, ja, dat vind ik ook zo gek. Dat je vaak dan ook in Tivoli bij de thee koekjes krijgt. Dat je altijd denkt van... Ja, er was één iemand die vrij lang over zijn vraag deed. Daar heb ik ook een koekje opgegeten. Ja. Ja, er was een jongen die stotterde inderdaad. Ik vond het wel knap dat hij die vraag durfde te stellen. Ja. Dat is geweldig. Dat is voor hem ook de manier om laten we zeggen, niet in geheel isolement te raken. Precies. Natuurlijk. Hij vond het volgens mij ook heel fijn, ik zag hem inderdaad. Hij was volgens mij een twijfel, ga ik het doen? En toen deed hij het. En dan kreeg hij alle tijd. En de vraag was, het ging over China volgens mij, hè, waar die vraag onder andere over ja, had. Dat dacht ik wel, ja. Ja, 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 ja. Ik moet nog een theepot ergens kopen, want mijn zusje is jarig. Weet je een goede winkel? Theepot? Jezus, ik durf nauwelijks te vertellen op welke vulgaire wijze ik de thee toebereid. Ja, we hebben flinke bekers. En daar hang ik een zakje in en dan giet ik kokend water op. Ja, dat doen wij thuis ook. Oh, kijk aan. Maar zij willen... Je zuster wil graag een theepot. Ja, ze zei, wat wil je hebben? Dus ik zeg, een theepot. Nou ja. Nou ja, moet je even op het internet kijken. Hoe heet het? Keukenwaren heet dat waarschijnlijk. Dat is een groot warenhuis in het centrum. Ik denk dat die dat wil hebben. Ja, moet je met je auto in het centrum meenemen. Nee, dan ga ik op de fiets. Oh ja, op de fiets. Het regent wel volgens mij. Nee, dus, ja, het is nu droog. Het is in ieder geval dat tikkende geluid voor de mensen, dat is nu weg. Dus dat is wel fijn. Ja, een theepot. Ja, op zichzelf. Mijn oma, die Engels was en een uitgesproken theecultuur hield, daar was het wel zo dat je eigenlijk... Een theepot heeft het nadeel dat heel snel die thee bitter wordt die in die pot zit. En wij Nederlands laten natuurlijk die pot eindeloos op dat comfortje staan. Tot het koud is. Mijn oma zette elk half uur nieuwe thee in. Ze had een klein blikken potje. En dan zette ze elk half uur nieuwe thee. En dan natuurlijk op zijn Engels ijzersterke thee met eerst melk in het kopje. En dan de ijzersterke, milk in first, MIF. Ik vond het heerlijke thee. Ik denk wat suiker natuurlijk ook erin. Maar vrijwel niemand is bereid om op deze wijze aan de thee te werken. Ja, ze had ook een soort speciaal comfortje. Daar staan we op die theepot stond. Ja. Nou, ik ga eens kijken of ik wat kan vinden. Want dan moeten we rekening houden dus met het feit dat ik 6 dagen weg ben. Ik zal even kijken wat het leukste onderwerp is. Laat ik sowieso beloven dat we iets aan... Hoe stom kun je worden?
Ik heb eigenlijk een dilemma voor Maarten. Wat heeft u liever? De Europese Unie knalt uit elkaar of u moet voor de rest van uw leven een korte broek dragen? De live podcast over Europa kun je vanaf nu terugluisteren. Als ik door het dragen van een korte broek voor de rest van mijn leven, dat is niet zo lang meer. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. De euro is een politiek project. De Europese Unie is uiteindelijk een politiek project. Dat het ook grote voordelen heeft en grotendeels economisch ingevuld is, dat doet niet af van het feit, het is een politiek project. Nog op zoek naar wat podcast-inspiratie? Luister dan naar Sea Level, waarin je hoort dat alle techniek om de energietransitie aan te pakken voorhanden is. De link staat in de show notes.